Goeie fijne dag, mijn beste koetjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Spoorruimteavonturen. Onze alliantie met de schroksvars van Korte Duur. Want ik ging even van een planeten bij hun sterrenstelsel in de buurt en toen vielen ze mij aan en toen heb ik een scheep vernietigd. En dus we zijn nu een beetje in oorlog. Dus ik laat hun momenteel gewoon een beetje links liggen. Ze zitten hier nog steeds, dat is dat rooster even jullie hier zien. Ik weet of we dan ook hier ergens rijk zitten. Bij mij thuis verneten in de buurt, ik hoop het trouwens niet. Maar ja, we zijn dus nu andere bondgenootschappen aangegaan. Met andere soorten bij hun in de buurt, andere ruimterassen. En daar werken we nu momenteel voor andere, ik weet niet welke we nu in het werk zijn. De skiza's, dat zijn een soort paardachtige. Nu zie ik het, ze staan op skis. Oh, ha, dat had ik voorheen niet gezien. En daarvoor moeten we even wat planten en dieren verzamelen van de planeet. Welke planeet moesten we dat doen? Welke planeet? Was ergens een planeet die wou ze koloniseren, dat ras. En dan moeten we dat even zoeken. Oh, we moeten hier op deze planeet zijn. Mijn fout, dat moest in welk sterrenstelsel zijn? Mila 5, dit is TIS 2. Mila 5 is dan waarschijnlijk hier ergens in de buurt, ga ik vanuit. En diegenen waar we dus nu voor werken, dat zijn eigenlijk een soort rare religieuze gekkies. En die betalen ons wel goed, hopelijk. Dus dan blijf ik gewoon een werk doen. Ah, kijk, Mila 5, daar moesten we voor zijn. We hebben momenteel een bericht gekregen van de ISA Technician Rijk. Welke vreemdeling heb je geld meegenomen? Ik had tijd. Ik heb een miljoentje bij me, zou het genoeg zijn. Welke vreemdeling moeten we dan eigenlijk dingen vanaf halen? De planeet, ik weet niet. De Nefarian. Nefarians hadden we jullie niet al een keer tegengekomen? De Nefarian Crewman. Ja, wel eens is de Nefarian Captains, maar dit zijn dus andere. Oh, het universum heeft een nieuw soort te bieden. Nog nat door het ei. Wat? Dat begrijp ik niet dat het zegt. Wij vinden jou wel leuk. Mogen we met je spelen? Dat klinkt heel vies, maar tuurlijk, ik kom in vrede. En wat ons betreft zijn we totaal niet nederig. Oké, mooi zo. Wil je een stuk taart? We hebben taart. Oh ja, dat is weer. Dan zegt ze, oh ja, we hebben geen taart, verkoop jij taart. Oké, hebben jullie nog wat leuks aan mij te bieden of zo? Misschien een missie, een interessante missie of zo, zou ik cool vinden. Wil jij slepen en sjouwen terwijl we in de schaduw bonbons eten? Laten we overleggen. Stel dat je lui assels. Tijdens het herfestival van onze mensen de wildernis in om notenbes en wilde dieren te eten. Waarom wilde dieren? Gewoon echt drauw? Gewoon leven? Dat is best hardcore. Helaas hebben de mensen op de planeet Hodimee het zo naar hun zin dat er geen einde kwam aan het verstijnen. Nu is de hele soort uitgestorven. Er is niets meer om te eten. Oh, dat is niet handig. Kun je de biome herstellen zodat we weer kunnen gaan picknicken? Evenwicht bewaren is een van de dingen waar ik best in ben. Hoe bewaait evenwicht ook alweer? Oh, dat begrijp ik wel. Je moet toch gaan terraformen. We bewonderen de manier waarop je omgaat met bomen en pluizige dingen. Ja, ik ga heel goed om met mijn penis, dus dat klopt. Goed, we moeten dus brengen het ecosysteem van de planeet Hodimee. In evenwicht. Oké, maar waar is dat planeet? Helemaal daar? Are you kidding me? Dat is best wel weg. Nou, laten we even die andere missie doen, want dan moesten we ook nog iets doen. Van het Cap 101 Rijk. Wie zijn jullie nou weer? Wees bereid om te buigen voor een maf van spoot. Ah, jullie zijn ook al van de religieuze gekkies. Verdomme nou. Hoop je dat ook gebouwd hebben. Zo'n plant en dieren van het planeet Julesi. En dat staat wel in de buurt, toch? Hier. Oh ja, deze. Oké dan. Ja, dat moeten we dus. Die zaten we zo goed. We moeten even plant en dieren daar gaan verzamelen. Maar wacht. Hun wouden dus deze planeet. Degene waar ik dus nu voor werk. De missie doe met de plant en dieren verzamelen. Die wouden dus deze planeet gaan koloniseren. Maar er wonen ook mensen op. Hoe willen ze dat dan gaan doen? Geen idee. Misschien zijn ze niet te slim. Moeten we nou scannen of meenemen? Of verzamelen? Oké. Oh, het zijn gelukkig maar één terrascore hier. Of terrascore van 1. Dus dit is lekker makkelijk. We hoeven dus niet echt heel moeilijk te doen met 50 verschillende planten en dieren te verzamelen zo. Nee, dat is een heel stuk makkelijker. Oké, we hebben dus nu een minder grote plant, nu een kleine plant. Had ziek idee. De planten hebben dus allemaal gevonden op deze planeet. Nu nog de dieren. En die houden zich gewoon verstopt en zijn onzichtbaar momenteel. Dat komt omdat... daar zijn ze. Hallo. Wat zullen jullie voor die rare schepsels? Is het even van mijn beest of niet? Bijna geëvalueerd of zo. Of Mutant Empire Citizen. Oh ja, die heb ik nog een keer gemaakt. Dat is waar ook. Hier een soort rale pruisballen van die. Het lijkt wel stel Wuppies. Nu zijn het vliegende Wuppies. Die zijn nieuw van de Albertijn. Ja, toch van de Albertijn Wuppies? Volgens mij wel. Ik weet niet meer echt helemaal goed. Mijn geheugen zit vol met gaten. Jullie hebben we al een keer gevonden. We moeten een andere zien te vinden. Waar zijn die andere bitches dan? Yo, bitches. Dit zijn de Mutant Empire Citizens. Maar die heb ik niet nodig. Ik heb die andere nodig. Ik heb andere planteneters nodig, verdomme. Andere herbivoren. Of carnivoren, of omnivoren. Voor mij tellen omnivoren in de spook, soms lessen herbivoren. Jullie gele dotsiespotsies ofzo. Voor mij is het een dotsiespotsie toch? Een adaptus. Oké, die zijn nieuw. Die zijn nieuw voor mij. Maar ja, we hebben alle dieren en planten van deze planeet meegenomen. Behalve de mensen die erop wonen. Maar ja, dan mogen die meenemen. Ik krijg geen ruzie met dat rijk dat erop woont. Want die zijn niet zo gediend van als je hun mensen meeneemt van hun planeet. Of hun inwoners meeneemt. Dat vinden ze niet zo heel leuk. Dus gaan we even terug naar Vering. En dan gaan we daar even de spullen afleveren. Dan krijgen we geld. Dankjewel. Even kijken. De glorie van Spoot staat uit elk van deze exemplaren. Accepteer alsjeblieft 20.000 spoor en spreek met onze missiebroeder als je vertrekt. Nee, doe ik niet. Ik moet je wat vragen daar tegen. Wat hebben jullie te bieden aan mij als ruimte meneer? Hebben jullie iets handigs? De aanvalsoproep, die hadden we al, dus hebben we niet veel aan. Maar dan willen jullie geen rode specialiteit kopen. Oh, dat jullie zelf hebben. Potverdorie, wat kunnen we hersenspoeling?
Leuke dingen allemaal. Mini gelukstel, kunnen ook allemaal leuke dingen mee. Handel, ik weet niet. We gaan denk ik even terug naar een van mijn thuisplaneten. We moeten trouwens ook weer terug naar mijn thuiswereld. Want we moeten daar even een missie in leveren. Waar is die trouwens? Ik heb trouwens hier ook nog een missie openstaan. Dus als we die gewoon even snel doen. Alhoewel, we moeten gaan terraformen. Daar is ook geen zin in. Maar waar was ook weer mijn kolonie daar? Daar is een kolonie van mij. Goed. Dan gaan we daar even langs. Gaan we kijken hoe daar de bitches mij vinden. En dan gaan we denk ik wel door het zwarte gat ergens terug. Op een extempleet hoekje ingestort. De pogadieren zijn uitgestorven. Wat was die aan het instorten dan? U hebt per ongeluk in de militair ingerichte zone beland. Plegen niet nog meer misdaden. Oh, hoe pleeg ik een misdaad? Het cameraman Rijk. Oké, okay, cool. Je vindt ons territorium en je hebt geluk, want we hebben veel aanbiedingen. Oh, dat is weer een ander rijk. Oh, het is echt fucking veel verschillende rijken hier. Niet normaal. Ik laat die wel gewoon met rust, want die zien er nogal vijandig en kwaadaardig uit. Nou, deze mensen waren vriendjes mee, volgens mij, min of meer. Ik weet niet of we nou een bondsgenootschap echt hebben. Maar ze vinden me in ieder geval vriendelijk, dus dat is goed. Waar is even mijn kolonies? Ah, hier zo, op de planeet Wieling. Zoiets. Dus gaan even kijken hoe die mij daar vinden. Wat voor specerij ze produceren. Oh, blauw specerij. Dat vind ik op zich wel kek. Want dat is mooi. Hey, 10 kisten. Dankjewel. Dat kan ik zeker gebruiken. Of 10 dozen, whatever. In ieder geval, 10 spoor dingetjes. 10 specerij. Dat zit. Moet je nou eens kijken. Ons favoriete ontdekkingsreiziger is weer in het land. Zeg maar de planeet. Het is altijd er genoeg om mede koedraak en afgelegen kolonies te zien. Ik hoop dat je je trekt hebt, want we zijn van plan flink te gaan bikken. Hey, dat klinkt goed. Dat klinkt goed. Wat eten jullie torsties? Dan heb ik eigenlijk wat trek in. Wat hebben jullie te bieden aan mij? Aardig wat. Maar niet even wat ik denk van, goh, dat moet ik echt hebben. Ik wil graag deze hebben. De extreme gezondheid. Of deze, de megabom. Waarmee je vele voertuigen gebouwen kunt vernietigen. Maar dan moeten we oorlogstoken of kolonist 4 hebben. En dat is er nog eventjes. We moeten nog heel veel medailles verdienen voordat we eigenlijk het einde van het spel bereikt hebben hierzo. Je hebt zelfs nog een missie aanstaan. Dat is, wat gebeurt er dan? Ecosystemen instorten. Oh ja, maar die missie hadden we toch al verneukt. Dus dat maakt toch niet heel veel uit. Eens zien, welke medailles moeten we eigenlijk nog krijgen? Welke insignia's? Er hebben nog heel veel titels openstaan. Moeten we nog heel wat van dingetjes verdienen. Dat is één ding wat zeker is. Heel wat badges. Wat is deze bijvoorbeeld? Joker. De Joker badge wil je niet verdienen, valsspelen. Hoe doe je valsspelen? Oh, dan is je cheats gebruikt. Oh, dat is op zich niet zo gek. Promoveer één wezen tot stamwezen en verdien de badge hersenschirurg. Hoe de fuck moet ik dat nou weer doen? Even kijken, welke dingen heb ik nog niet gehaald? De zooloog. Bouw 10 extreme op om de badge zooloog 2 te verdienen. Oh, maar dat is best wel moeilijk trouwens. Oorlogstoken moet wat oorlogen beginnen. Wonderlandwaler, 4 proxplaneten, de waarnemer. 20 kostjes van ontdekkingen. Verbeterde terraforming score van 5 planeten. We moeten nog 3 planeten gaan terraformen. Ik heb geen zin in. Oh, die moeilijke dingen. Ah! Zoek contact met 50 rijken. Dat is misschien wel te doen. Welke hebben we al bijna complete trouwens? Deze. De bereid je rijk uit met 13 zonnestelsels. Oh, we moeten nog 1 zonnestelsel zien te veroveren. En dan zijn we op zich, wel heel toffe gasten. Dus dat gaan we ook even doen. Waar gaan we een nieuwe kolonie stichten? Dat is een goede vraag. We zitten even terug aan mijn thuisplaneet. Ik hoop dat dit de goede is. En anders moeten we het andere zwarte gat nemen. Ik gok dat dit wel de goede is. En deze is het dichtst bij een van mijn kolonies. Dus ik ga ervan uit, zoals ik voor de derde keer al zeg, dat deze de goede is. En zo niet, dan is het even jammer. Dan moeten we weer terug gaan en die andere pakken. Even kijken, want ik moet weer terug naar mijn thuis weer. Dat aangezien we de Groks ontdekt hadden. En dat was een van mijn primaire missies die mijn ras aan mij gaf. Zodat ik een coole gozer was. En dit is niet de goede, of wel? Dit is zeker niet de goede. En nu ben ik nog verder van huis af. Holy shit, sorry. Ik kan natuurlijk ook mijn reisroute aanzetten, want dan weet ik meteen welke ik al bezocht heb en welke niet. Bondgenoot vijanden. Ik zet gewoon alle overzichten aan. Dat is wel handig. We kunnen ook een beetje weten welke rijk misschien nog even moeten vernietigen. Voor mij hebben we alle vijanden al geëlimineerd. Want de vorige aflevering kan ik me herinneren dat we een van de laatste vijanden waar ik oorlog mee had gewoon geëlimineerd hebben. Want die wou toen zich niet overgeven. Dus toen hebben we gewoon al hun planeten gebombardeerd in dat zonnestelsel. Ja, het leven van een ruimtekapitein is zwaar. Je kent het wel. Oké, is dit de goede? Want die wijst die kant op. Dit is de goede. Dit is het goede ruimtegat, wormgat, zwarte gat, anusgat. Ding waar je doorheen moet vliegen. We moeten trouwens weer 2 nieuwe schepen voor onze vloot hebben. Want die was tijdens die confrontatie met die Groks die hem opeens in een ambush leden op een planeet... Die onbewoond was. Daar ben ik 2 schepen verloren. En dat is natuurlijk wel een beetje minder. Ik had graag die schepen nog gehouden. Bondgenoot zou minder blij mee, omdat ik hun schepen niet heel terug heb gegeven. Maar ja, shit happens. Wat is er aan de hand? Noodsignalenprocedure is gestart door de Hoge Raad. Zoek om hulp van de apenmachtige koedraak. Ons ecosysteemplaneet Hoekie is in groot gevaar. Een virus verspreidt zich door sommige van onze kuddes. Dingen. Oké, laten we eventjes helpen deze mensen dan. Een ecosysteem is op het moment ingestort. Ik dacht dat die al ingestort was, maar laten we het toch maar even helpen. Deze? Ah nee, deze Hoekie. Dan gaan we daar naar die planeet. Die zit wel heel erg dicht in de buurt van een gasreus. Die zit zelfs in de ring van shit die om de gasreus hangt. Dus eigenlijk ligt het niet zo fijn, hè? Maar ja, laten we toch maar even kijken. Dan komen er leuke signalen af. Misschien is er nog een artefact. Hatsikree, dood ga jij. Haha. Roei alleen bepaalde dieren uit? Nee. We doen het goed of we doen het niet. We roeien gewoon meteen de hele soort uit, zodat dit nooit meer kan gebeuren. Oké, nog eentje te gaan. En we hebben nog 30 seconden op de klok. Dus het is heel spannend. Aan de andere kant van deze heuvel zit dat beest waarschijnlijk.
andere kant van de planeet. Dat is het waarschijnlijk. Oké, waar is deze bitch? En dan elimineer ik hem even. Oh shit, dat was niet helemaal de bedoeling. Get wrecked, bitch. Waar is deze? Deze motherfucker. Zit in het bos verstopt. Jij denkt je te verstoppen, hè? Ik dacht het niet. Sukkel. Haha. Dankjewel. We zullen meteen een versnelde motie van dank indienen. Het papierwerk zou binnen 2 galactische standaardjaren rond moeten zijn. Wat zijn jullie? Stel je vieze bureaucraten? Waarschijnlijk wel. Stel je zoals hier. Neem blauwe specerij. Of koos blauwe specerij. Ik bedoel, je neemt het niet zomaar gratis. Daar ben ik niet voor. Even kijken. Kan ik een schip voor jullie lenen of zo? Handelsroute dus als vestige hooggraad. Kunnen jullie erbij schrijven? Profiteer van handelsroute. Yes! Handelsroutes zijn super chill. Missies. Nee, ik hoef geen missie trouwens. Ik wil graag een nieuw schip. Ons wat beëindigen wil u ons aansvalt. Accepteer onze schenking. Ik wil meer meten over je ras. Ik wil het over iets anders hebben. Maar wat wil je voor jullie ras? Geen idee. Ze hangen de orde aan. Ik weet niet wat dat inhoudt. Voor mij is het een beetje bureaucratische bullshit. Dus die laten we maar gewoon met rust. Oké. We gaan even terug naar mijn thuisplaneet om daar even te rapporteren hoe of wat. Maar welke schepen zijn deze trouwens? Want ik weet niet van welk rijk ik deze schepen heb. Maar dat maakt niet uit. Want we gaan even deze planeet opzoeken. Dat maakt eigenlijk best wel uit welke schepen ik heb. Want dan kan ik tenminste weten naar welk rijk ik weer naartoe moet gaan om een nieuw schip te krijgen. Alhoewel was het toch een superkrachtig schip, dus hoe niet interesseert. Oeh, wat is dit? Dit is een mooie scroll. Maar is het een Elder Scroll of niet? De Harmonie Geschrift deel 1. Voor mij hadden we een eerdere Harmonie Geschrift, maar ik weet niet meer welke. Potverdorie. Maar ja, we moeten dus even ten eerste een nieuwe planeet of nieuwe kolonie krijgen ergens. Dat kunnen we mogelijk doen door een van mijn vrienden op te kopen die hier ergens zitten. Misschien deze of zo, weet ik veel. Hey, deze hebben ook een nieuwe kolonie gesticht. Super cool. Maar voor mij konden we een van die sterrenstelsels in de buurt kopen. Oh, deze. Deze, ja. Zullen we gewoon even een miljoentje of neertellen? Ik denk dat het genoeg is. We gaan even kijken. De Wiener. Hallo Wiener, wat willen jullie voor hebben? Ik bied 1 miljoen. We willen je verzoek graag inwilligen, maar wachten wel een redelijk rendement. Jouw bot is ontstellend laag. Ik bied 1 miljoen, jij fucking asshole. Heb je misschien de punt op de verkeerde plek gezet? Nee? Wat de hel? Oké, voor mij zijn we weer klaar. Nou, dan kan ik deze niet kopen. Dan moeten we weer dat hele handelsding opnieuw opstarten. Misschien was het een thuisplaneet. Gewonder dat het dan zo duur was. Dit is trouwens mijn thuisplaneet, de koeienstal. Dan gaan we zo meteen weer even weer naartoe. We gaan zitten even deze sterrenstal proberen te kopen. Ik bied weer 1 miljoentje. Jouw bot zat stellend laag. Verdorie. We moeten dus even veel meer bieden. Wat is maximaal dat ik kan bieden? Trouwens, want dat ga ik in ieder geval niet. Oh, voor mij is het iets van 2 miljoen. Maar nu kunnen we trouwens niet eens zien hoeveel kroon ik kan verbieden. Maar het is voor me wel een keer gelukt om een sterrenstelsel te kopen. Misschien wel deze bitches. Misschien deze bitches wel. Deze vond ik heel aardig. Misschien wil deze gewoon kopen. Sterrenstelsel kopen. 1 miljoentje. Het bot is te gul voor woorden. Yes! Weer een sterrenstelsel erbij. De Hoge Raad neemt het met plezier aan. Thanks! Hopelijk heeft deze wel nut. Als het gewoon een stuk rots is waar ik niet veel aan heb, dat zou een beetje jammer zijn. Dus ik hoop het wel. Gefeliciteerd, diplomatie te gebruiken om een sterk handelsbondsgenootschap te vormen. Kun je onderhandelen over een goede deal om hun sterrenstelsel uit te kopen. Nice! Rijk 3. Ons rijk is weer vergroot. En dat houdt in. De koelingstraal en de warmtestraal. Wat doet dat? Hey, Econoom 2. Wat houdt dat in? Geen idee. We hebben een nieuw badge erbij. Gewoon 2 badges erbij. Super chill. Dat koelt raak rijk. Maar even kijken hoe staat mijn ecosysteem op deze planeet voor. Want als het een kut ecosysteem is, dan zijn we de pineut. En het is een kut ecosysteem. Godverdomme. Ah, dit was een hele slechte deal. Ik had het eigenlijk moeten weten. Nou ja, maakt niet uit. Hoe staat het met mijn kolonie voor? Het is fijn om weer van u te horen, kapitein. Het koloniseren van de planeet Bassin verloopt goed. Als ze niet om meer gebouwen neer te zetten, om onze productiviteit verhogen. Tuurlijk, maar dan moeten we even ecosystemen hier op orde krijgen. Het is dan zo'n rode specerij planeet. Heb ik eigenlijk niet zo heel veel aan, want ik heb al redelijk wat rode specerij planeet. Maar ja, dat is misschien om mijn rode specerij en monopolie te versterken. Bekijk maar op die manier. Trouwens, mijn thuisplaneet is echt gewoon een middelpunt van heel veel handel, heb ik het idee, of niet soms? Hallo? Wauw, je hebt ze gevonden en je kunt het ons navertellen. Ze beschermen territorium met hand en tand. Zouden ze iets te verbergen hebben? Misschien heeft het iets te maken met het middelpunt van het melkwegstelsel. Wellicht is het tijd voor een confrontatie met de Groks om erachter te komen wat er ligt te wachten in het middelpunt van het melkwegstelsel. Goed werk, kapitein. Glorieus werk. Helemaal mee eens. Voor ik ga, wil ik nog wat andere dingen bespreken. Zoals handel. Willen jullie veel betalen voor dingen? Dat willen jullie niet. Ach, ik moet trouwens even kijken, want ik kan zo warmte en koude cel doen. Zo warmte cel gebruik om planeet om de temperatuur te verhogen. Oké. Maar is dit een tool of kan ik hem droppen of zo? Oh, dit is een tool! Oh, dat is super handig. Even kijken naar die planeet die we zojuist gekocht hebben. Daar eventjes, of je nou warm of kouder moest. Want als je even warm moet, dan kopen we even die warmstraal. En anders niet natuurlijk. Het koedrekrijk, wat is er met jullie in de hand? Moet je nou eens kijken als favoriet niks ijziger? Wacht, dan kan ik helemaal niet zien. Het ecosysteem van de vier natuurlijk. Ik moet even wat dichter bij de planeet. Ja, hij zit ook een beetje in zo'n blauwe ring rond de zon. En dat is heel moeilijk om te terraformen. Kan je beter eentje hebben die blauw is of zo, of groen. Oké, de temperatuur dus verhogen. Dan gaat hij dus zo. Dan moeten we even de atmosfeer dichter maken. Dus we gaan die warmstraal kopen. Want dan hebben we toch meteen een warmstraal. Hopelijk kunnen we op een gegeven moment ook een soort atmosfeerstraal kopen. Als dat echt bestaat. Natuurlijk bestaat dat niet in het echt. Maar misschien in deze game wel. Dus ik zou hem graag willen hebben. Van mijn rijk. Please, handel. Oké, dankjewel. Planet Enforcer. De warmtestraal die wil ik hebben. Tanks kopen. En voor deze kan van mij niet echt meer kopen. Of wel? Niet echt. Misschien konden we nog een Noëns kopen.
Waar staat zo'n ding? Dat we even atmosfeer dichter maken. Een atmosfeergenerator. Pittig duur. Daar hebben we het geld momenteel niet voor. Beetje jammer. We gaan even opladen en even langs andere kolonies. Misschien dat die nog even wat willen betalen voor de specerijen. Deze hebben blauwe specerij. Dus die gaan waarschijnlijk... Of ze gaan veel neertellen voor mijn blauwe specerij of mijn rode specerij. Of niet. We gaan even kijken. De Dragoop Soldier op de planeet Wolok. Oh, wauw. Jullie willen echt veel voor betalen. Dus ik ga nee tegen natuurlijk. Thanks. Ik koop jullie wel als atmosfeergeneraal. Jullie verkopen trouwens verkopen dan mijn eigen soort. Mijn soort zegt een afzetter. Ik ben gewoon trots op hun, op die manier. Dat hun gewoon alles voor geld doen. Echt geweldig. Wij zijn natuurlijk een soort huurlingen. Want we doen alles voor geld. Als het langbaar met moorden en plunderen te maken heeft. We gaan natuurlijk geen prostitutie of zo doen. Tenzij daar wel de keuze vrij in is. Oké. We gaan even de warmte doen op deze planeet. Warmte straalt, bitches! Woe! Gebruik dus veel energie of niet? Ik gebruik niet het idee dat het gebeurt. Wel handig dit. Ik vind het echt een stuk handiger dan telkens zo'n komeet of meteoriet oproepen, waardoor alles weer half verneukt wordt. Maar ja, het wordt in ieder geval warmer. Het wordt extreem warmer zo te zien. Want we stralen gewoon alles de tering in. Oké dan. Eens even kijken. Oh, atmosfeergeneratie erop. We hebben trouwens geen planten bij ons, of wel? Nou ja, maakt niet uit. Ja, oké, het wordt nu even beter. Ik denk als we nu eraf gaan en even snel planten en dieren opzoeken bij andere planeten, dat het dan ecosysteem weer goed is. Of gaat het nu, of is nu gewoon alles weer verwijderd als we terugkomen? Nee, hij is nog bezig. Oké, hij is nog bezig. Dan gaan we van planten en dieren van andere planeten jatten. Dit zijn sterren. Is dat een fucking... What the fuck? Is dat een maan? Nee, ik weet niet wat het is. Een stukje sterrenstof of zo. Het zou zomaar kunnen. Oké. Fase dit zijn planeet die hier gecoloniseerd is. Hier. Er is ook een planten- of een dierplaneet erbij. Zie je zo heel goed. Maar laten we dan maar even van deze planeet wat halen. Oh, deze verbouwde roze specerij. Paars specerij zelfs. Nice. Maar is dit een goede planeet of niet? Er staan mijn terrascore hiervoor. Oh, dit was een uitmuntende planeet. Nice. Dit is supergoed. Dit is best een goede kolonie die we een keer gecapt hadden. Oké, dus we deze pakken. Een mini plant en een grote plant. Dan moeten we een kleinere plant hebben. Een echte mini plant. Echt zo'n huisvarend of zo. Eens kijken. Waar zijn de dieren op deze planeet? Even kijken. Hier een herbivoortje. Omnivoortje. Carnivoortje. Boarchang, al dat leuke dingetjes. Even kijken, waar zijn die bitches, die beesten? Ah, daar zijn jullie. Dat is één beest tenminste. Thanks. We laten die andere beest gaan doodvallen, omdat daarom... Oké, hier is een ander beest volgens mij in de jungle. De Nightly Jungle. De lion sneeps in night. Je bitch, en van mij. Welke beest is het trouwens? De Allerbier. Oké, nooit van gehoord. En misschien heb ik die zelf een keer gemaakt, of niet? Denk ik niet, want zo'n naam zou ik zelf niet kunnen verzinnen. Oh, dit is van die hele goede creator volgens mij. Die ik een als spoorvriend heb. Oh ja, tuurlijk. En dit zijn een soort beesten die ik voor mij wel een keer gemaakt heb. Het zijn een soort... Oh, Swamp Raptors. Er zit gewoon iemand op zijn rug. Dat is best wel raar. Deze overleven val van grote hoogte niet zelf zit gericht. Nee, fuck dat. Ze kunnen zich toch wel weer voorplanten. I don't give a shit. Wacht, willen trouwens deze wel wat specerij van me kopen of niet? Want graag zelfs als ze dat willen. Simulaar specerij. Eens kijken. Handel. Niet echt. Beetje jammer weer. Ik ga geen artefacten verkopen, want die heb ik zelf nodig om mijn collectie te completen. Misschien krijgen we er ook nog wel leuke badges of badgepunten voor. Wat zijn er trouwens? Verdien badges voor galactische promoties, die bedoel ik. Eens kijken. Basien. Hier deze planeet hadden we natuurlijk net gekocht. Dus daar gaan we even volgooien met planten en dieren om het ecosysteem gewoon goed te krijgen. Want nu is de terrascore als het goed is 1, maar hij is nog niet gelokt aangezien ik nog geen planten en dieren op heb gezet. Nou, oké, de atmosfeer is dus nu een beetje aan het verbeteren, hoop ik, of niet? Groksval planeet Wieling aan. Oh nee, dat is een van mijn planeten. Voor mij zou best wel eens kunnen. Oh, het is weer een van mijn kolonies. Godzame. Dat is even wat minder. Ik moet even wachten tot hier de terrascore goed is. Please game, geef mij die terrascore. Ik wil graag de terrascore. Zodat het gelokt wordt. Er komen al meteorieten uit de lucht vallen. Ook hartstikke leuk zo. Maar de terrascore moet even verbeterd worden. Het wordt weer kouder. Laten we snel wat warmer maken. Warmstraal, do your job. Goed zo. Alleen er moet even wat minder links toe, zoals jullie kunnen zien. Hier zo. Ja, deze terrascore. En dan is hij goed, maar ik denk dat we nog even een atmosfeergenerator moeten kopen ergens. Dammit. Kopen jullie atmosfeergenerator? Waarschijnlijk niet. Jullie verkopen helemaal niks. Zet je arme sloebers. Maar jullie willen wel veel betalen voor mijn blauwe specerij, dus zeg geen nee tegen. Thanks. Oké, laten we even een atmosfeergeneratie kopen. Dan kunnen we tenminste deze planeet even in bedrijf stellen. Want anders doet hij het niet echt. Hier staat ook nog een planeet trouwens. Maar deze zit rond zo'n gashuis. Die is fucking moeilijk om te terraformen volgens mij. Dus dat doen we even niet. Welke kolonie wordt dan aangevallen door de Grox? Deze hier volgens mij ergens of zo. Ah, deze. Ja, die staat natuurlijk bij Grox in de buurt. Dat is ook niet zo gek. Maar ja, laten we dan even de terrascore ding kopen. Hier zo bij deze planeet. De planeet Mirodort. Dat klinkt echt een heel exotisch planeet, by the way. Oké, gegroet, ik wil ze spreken. Ik wil graag een Terra-ding kopen, een Terraformer. Een sfeergenerator. Thanks! Dan vliegen we weer weg hier vandaan. Dat was blijkbaar een vrouwelijk deel van mijn soort, want die klonk vrouwelijk in de stem. Niet dat dat wat uitmaakt in deze game, want alles is voor mij geslachtloos. Maar toch, zo klonk het wel. Oké, Basien. Kom op, Basien, je kan het. Wij kunnen het, wij kunnen alles. Eigenlijk had ik dit planeet Basje moeten noemen. En dan nog een planeet, dan hadden we gewoon de zon Adria moeten noemen ofzo. Dat zou ik heel leuk gevonden hebben. Maar ja, het is een game. Dus al die dingen zijn allemaal fictie en geen feit. Jammer.
Roxveld op een eentje. Hij komt ze zo meteen te hulp. Echt waar. Oké, okay, terrascore 1 gelukt. Even wat planten erop gooien. We beginnen met de snavelinger. Ligger. Dat is een idee. Dat is één boom. Nog even de simpel erbij. Dat is de middelgrote plant. Dat zie ik idee met hele planeet onder. En dan nog deze erbij. Dat zie ik idee. Het planeet is er klaar voor de beesten. Dus over 600 subscribers. Hartstikke leuk beest voor je wanneer. Dat zie ik idee. Dat is eentje. En dan nog deze. De Spesep 2. En dan nog even een carnivore. Zodat niet al die beesten alle planten opvreten en de terrascore verneuken. Dat zie ik idee. Je hebt een 6 van deze systeem voltooid. Waardoor kolonies kunnen uitbreiden. Netjes, netjes. Goed. Laten we dan even naar Turiel gaan. Dat klinkt bijna als Tirol. Maar dat is niet helemaal. En dan gaan we daar wat gebouwtjes neerzetten. Zodat ze tenminste wat shit gaan produceren hier en daar. Dat zou ik wel fijn vinden. Ik ben telkens bang dat deze game vastloopt. Dat is echt fucking vervelend. Want elke keer als ik opneem, dan is de kans schuld dat hij vastloopt. Een van mijn creaties. Doen we even de Home Sweet Home. Want die hebben ze altijd op elk planeet staan volgens mij. Welke creaties nog meer? Als entertainment doen we wel het gecrashte schip. Want waarom ook niet? En dan als industrieel gebouwtje gaan we doen. De rode spijspomp. Ook is het geen rode spijsrij dat die geproduceerd wordt. Of de molen. Ja, laten we die gewoon doen. Een windmolen, hartstikke leuk. Even kijken hier zo. Dan zetten we hier even het huisje neer. Dan hebben we tenminste wat meer mensen hier zo. Zijn dat arbeiders of zo? Wat houdt in bevolking? We hebben 30 mensen op deze planeet. Als entertainment hebben ze dat schip. En dan nog even een fabriekje ernaast. Dat ziek idee. Ik heb het liefst natuurlijk lekker veel specerijen gaan produceren. Want dat vind ik super handig. Er kunnen maximaal 50 personen in die huizen. Nice. Dat ook maar even een na turret is niet echt per se nodig. Want meestal help ik ze gewoon om te verdedigen. Ze zijn momenteel niet gelukkig. Ook niet ongelukkig. Het is gewoon hartstikke mooi hier. We hebben zo'n heel vaag stadcentrum. Niet eens van mij is. Maar dat maakt niet uit. En geproduceerde bitch. Als ik hier terugkom, wil ik gewoon alles vol hebben staan. Met specerij. En als dat niet is, dan blaas ik alles op. Oké, laten we nog even mijn kolonie verdedigen. En dan is de aflevering wel mooi geweest. Want de 20 minuten zijn al voorbij. En ik probeer altijd met mijn aflevering ongeveer 20 minuten te houden. Anders, weet je, anders wordt het gewoon veel te vol. Of dan, dat hou ik niet aan mijn stijl. Aan mijn origine. Aan mijn roots. Want eigenlijk zat al mijn afleveringen van elke game die ik ooit gelespeed heb, die zijn gewoon 20 minuten ongeveer. Oké, waar is dat zwarte gat? Die was hier nog ergens. Hier, inderdaad. De Zada. Nee, zo heet hij natuurlijk niet. Zada, dat zijn de sterrenstelsels. Als het echt zo'n teringvage naam heeft met cijfers en letters en zo, dan is het een zwart gat. Hartstikke idee. Gaan we weer doorheen. Woep, woep. Wat ik me afvraag, waarom kunnen de schepen die bij mijn vloot zitten wel doorheen vliegen, terwijl die volgens mij geen wormgatsleutel hebben? Tenminste, ik heb die nooit voor hun gekocht. Alhoewel, misschien delen we de technologie met elkaar. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Dat lijkt me natuurlijk ook wel logisch trouwens, want we helpen elkaar. Ik bedoel, hun helpen mij, dus ze moeten kunnen ook een beetje helpen. Welke kolonie werd nou aangevallen dan? Ik ben toch bij de goede kolonie, of niet? Zijn ze uitgeroeid? Nee toch? Waar is mijn kolonie? Waar is mijn kolonie naartoe? Hij is toch niet kapot, of wel? Oh, fuck. Nee toch? Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Even kijken, als we hier even naartoe gaan. Is dat hem? Wat is hij? Nee toch, hij is niet vernietigd. Oh my god. Voor mij wel, ik ben bang voor wel nu trouwens. Oh shit, sorry. Oh damn, soort zien wel. Aanvallen buiten het schepen, schoken de planeet Melek. Oh nee, ik denk dat even mijn kolonie gewoon kapot is gegaan door de spoot. Of door de groks. Verdomme. We moeten zometeen weer een nieuwe kolonie stichten. Jezus, ik had er wel sneller moeten reageren. Oké, voordat als de groks aanvalt meteen te hulp schieten, want anders krijg je dit soort shit. Nou, maar je wat? Het is een beetje een triest einde, maar ik wil toch de aflevering hier beëindigen. Dus jullie graag bedankt voor kijken naar deze aflevering van Spoorruimteavonturen. Laat een duimpje in de reactie achter en een abonneer op kanaal als je dit leuke aflevering vond. Dus ik zie je de volgende keer weer. Heren, dus gedaan hier. Blijf vloeien met z'n koetjes, blijf vloeien.